Hallo, ik ben Frederik. Ik ben financieel coach en money inspirator. En dit zijn 5 redenen waarom jij nog geen miljonair bent. Ten eerste, je zit nog op school. Dat is sowieso het slechtste idee ooit, want wat weten die leraren nou eigenlijk? Die zijn zelf ook gefaald in het miljonair worden. Dus word gewoon een drop-out, dan heb je ook een goed verhaal later. En even dat je het weet, maar Bill Gates heeft verder ook geen opleiding gehad. 2. Je hebt nog niet door dat geld energie is. En als geld energie is en energie een golflengte, een vibratie is, dan is het belangrijk dat jij ook op die golflengte gaat vibreren. En dat zet de schoen in je nachtkastje. 3. Je gaat te weinig met rijke mensen om. In de action train je je mind niet om je rijk te maken. En bovendien trek je de verkeerde mensen aan. Je moet echt gaan shiften van een money tekort naar een money overvloed. Dan word je als het ware een magneet die geld aantrekt. Of een sugar daddy aantrekt. 4. Je visualiseert het niet genoeg. Als jij een leven wil met een chihuahua en veel Chanel tassen en een roze Range Rover, dan moet je dat echt uitprinten en keigroot omlijsten en gewoon elke dag naar loeren. Pas dan trek je het echt naar je toe. En 5, de laatste, je hebt nog nooit de loterij gewonnen. Als je miljonair wilt worden, moet je wel je kansen vergroten en spreiden. Niet alleen een kraslot, maar ook de vriendenloterij, Stichting Dierenlot, het casino, crypto, dat is echt allemaal jouw playground.